Vroeger, toen ik klein was, wilde ik altijd prinses worden. Nou, dat is niet helemaal gelukt, maar vandaag ga ik me toch weer even prinses voelen tussen al deze andere prinsesjes bij Fancy Palace. Hi Meredith. Hallo. Hallo, jij bent al druk bezig met een klantje, zie ik. Ja, zeker. Ja, in mijn tijd was dit er nog niet, hoor. Nee, dat klopt. Tegenwoordig worden de meiden steeds modebewuster en weten al wat ze willen en wat in is en wat ze leuk vinden. Dus tegenwoordig kunnen de meiden manicure krijgen, hairstyling, voetenbadjes, chocoladegezichtsbehandelingen, visagie. En is het nou zo dat ze dit voor speciale gelegenheden willen of komen ze wekelijks langs voor behandeling? Nou, het is niet de bedoeling dat de meiden modepopjes worden en daarmee te veel mee bezig zijn. Dus echt voornamelijk vooral voor speciale gelegenheden. En welke leeftijden zie je nou voorbij komen? Het zijn verschillende leeftijden, van 4 tot 16 jaar. Dan komen ze dus gewoon met de leeftijd van dezelfde groep. Voor de 4-jarige... Ja, dat is meestal dan de prinsessen thema. En zijn het wat oudere meiden en is het meer modellen. En de tienermeisjes, ja, die worden eigenlijk al verzorgd als volwassenen. En de moeders, kunnen die ook gewoon meekomen? De moeders kunnen meekomen. Af en toe is er een moeder- en dochterdag. En meestal brengen de moeders de meiden naar de salon. En dan komen ze weer ophalen of ze blijven erbij. Maar dan lezen ze even een magazine, krijgen een kopje koffie of thee. Hey, en hoe ervaren die meiden het nou? Nou, ze vinden het super heerlijk en ze voelen zich rijk. Ja, nou, ik ga het ze zo meteen ook nog even zelf vragen als je het goed vindt. Oké, ja, tuurlijk. Jij dit nog even af. Oké, dankjewel. Zo, Esmee, jij zit lekker in de make-up. Ja. En hoe ervaar je nou zo'n beautydag als vandaag? Ik vind het wel leuk dat er zo'n salon bestaat voor jongeren. Caitlin, wat vind je van je haar? Heel erg mooi. Nou, dan kan je mooi zo meteen weer de show gaan stelen met je haar. Toch? Nee.